Hoi, ik ga jullie vandaag wat vertellen over mascara en ik laat zien hoe ik het aanbreng. Waarom? Mascara is toch wel iets dat eigenlijk elke vrouw of meisje gebruikt. Ook toen ik begon met make-up was het eerste wat ik begon te gebruiken, mascara. En dus is altijd wel bezoek toch naar de perfecte mascara. Maar de mascara kan nog zo perfect zijn, je moet hem wel op een goede manier aanbrengen. Dus ik laat vandaag zien hoe ik dat doe. Ook vertel ik wat mijn favoriete mascara is, et cetera. Nou, laten we snel beginnen. Nou, wat ik altijd doe, dat is een basisregel, maar ik merk dat, ja, soms komen er toch nog wel vragen over. Ik breng altijd eerst alle oogmake-up op, dus alle oogschaduw, eyeliner, et cetera. En dan pas ga ik de mascara doen. Je wimpers zitten ook alleen maar in de weg als je een mascara op hebt. Er kan oogschaduw opvallen. Het werkt gewoon veel fijner om eerst je oogschaduw te doen en dan je mascara. Qua mascara ga ik nu deze van L'Oréal aanbrengen. Dit is de nieuwe Lash Telescopic Mascara. Ik vind hem iets wat klonterig, maar ik vind het borsteltje wel heel fijn. Het is een vrij dun borsteltje en daar kan ik ook al goed mee laten zien hoe ik het aanbreng. Dus die gebruik ik daarvoor. Nou, mascara breng ik niet gewoon zo. Ik zal het even laten zien. Niet gewoon zo aan. Ik heb meerdere technieken. Ik breng eerst wel een basislaagje aan. Gewoon zo. Even de spiegel goed. Maar wat ik vooral doe, en dat doe ik nu ook. Ik kijk, ja, hoe zeg ik dat? Ik kijk dus naar beneden. En daardoor pak je de wortel heel goed. Kun je heel goed de wortel pakken. En dus zo goed al je wimpers zwart kleuren. En ook gelijk een beetje krullen. Dus het is het beste als je een spiegeltje, gewoon een spiegeltje onder je houdt. Dat je daarop kijkt en dan naar boven. Dat werkt het beste voor mij. Ja, ik kan die spiegel natuurlijk nu niet laten zien. En dan breng ik het eerste laagje aan. Wat ik ook altijd nog doe, is mijn ogen sluiten en dan mascara aanbrengen. Want dan krul je ze helemaal goed. En door dit te doen, dan is de mascara dus even altijd langer, beter gekruld. Ik kijk nu ook weer naar beneden met mijn ogen dicht. Ik knoei nu wel, maar hoe ik dat verwijder laat ik ook zo meteen zien. En dan heb ik gelijk de mascara erop zitten. Zijn mijn wimpers lang en gekruld. Natuurlijk is het effect bij elke mascara anders. Deze mascara is wat klonterig. Iets te klonterig naar mijn smaak. Dus wat je ook kunt doen is het zigzaggend aanbrengen. Dat doe je zo. Dat vind ik zelf heel moeilijk om te doen. Omdat het, ja, je maakt van die kleine bewegingjes. Maar ja, gewoon heen en weer eigenlijk. Maar persoonlijk vind ik dit gewoon het allerfijnste. En ook echt altijd mijn ogen even dicht doen. Maakt echt een groot verschil. En alle hoekjes meepakken, dat lukt met de ene mascara beter dan met de ander. Die hele dikke borsteltjes gaat het vaak wat minder makkelijk mee. En dan doe ik weer dicht. Pas als de bovenste laag gedaan is en opgedroogd is, begin ik met de laag op de onderste wimpertjes. Waarom? Omdat ik nu dus zo kijk, maar bij mijn onderste wimpers zo moet kijken. Dus mijn kin moet intrekken. En dan kan je dus je mascara weer gaan knoeien tegen je ogen. En dat willen we niet. En dat verwijder ik altijd gewoon met een droog wattenstaafje. Dan kan je zo, als de mascara opgedroogd is, kun je het zo wegvegen. En dan zie je er helemaal niks meer van. Nu gaan we de mascara op de onderste wimpers aanbrengen. En dan ga ik, zoals ik al zei, mijn kin intrekken. En dan kun je juist weer een beter een spiegel boven houden. Dus net als ik hem onder, nu kan je hem beter boven houden. En dan omhoog kijken. En dan kan je heel goed alle wimpertjes raken. Nou heb ik zelf lange onderste wimpers. En ik wil ze niet te dik aanzetten. Want dan gaan mijn ogen juist alleen maar hangen. En dat wil ik niet. Ik heb trouwens altijd als ik mascara op doe, dan ben ik helemaal in volle concentratie dat mijn mond dan open gaat. Het ziet er zo gehandicapt uit. Daarom knip ik ook heel vaak de mascara stukjes uit mijn filmpje. Omdat ik dan gewoon met mijn mond half open zit. En charmant is anders. Nou, nu wachten we ook even tot deze laag gedroogd is. En dan houden we ook weer met het wattenstaafje gewoon droog, zonder remover, de mascara weg. Probeer het zelf dus even kin intrekken als je de onderste wimpers gaat doen. En juist omhoog als je de bovenste wimpers gaat doen. Zo, dat was mijn video over het aanbrengen van mascara. Nogmaals, ik heb de Fast Lash Telescopic Mascara gebruikt van L'Oréal. Ik krijg heel vaak de vraag wat nou mijn all-time favorite mascara is. Mijn favoriete mascara van alle tijden. Dat is zonder twijfel Max Factor Masterpiece Max. Ik heb hem zelf op dit moment niet. Dus ik ga even een foto plaatsen nu.
Nou, mascara en zwarte rolls met gouden details van Max Factor. Ik vind deze fantastisch. Hij blijft lang goed, hij droogt niet snel uit. En ja, hij krult mijn wimpers, maakt ze mooi zwart. Volume, alles. Hij doet gewoon alles. Ik vind het perfect. Ik vind ook de False Lash Effect mascara van Maybelline. Of Maybelline, van Max Factor heel fijn. Max Factor heeft sowieso fijne mascara's. Verder, ja, ik heb op mijn site heel veel geschreven over mascara. Als je gewoon even intypt mascara, komen er heel veel reviews. Qua budget vind ik deze van NYC heel fijn. NYC heeft sowieso veel fijne mascara's. Deze High Definition vind ik erg prettig. Die gebruik ik ook graag en heel betaalbaar. Ik krijg heel veel vragen over deze mascara's van Essence. En dit zijn de Big Get Big Lashes. Persoonlijk vind ik van deze twee de Volume Girl en de Volume Boost. De Volume Boost mascara het fijnst. Maar ik vind ze allebei wat klonten. Dus vooral na een tijdje gebruiken vind ik... Ja, ik zou eerder een mascara van NYC gebruiken. Maar omdat er veel vragen naar is, denk ik... Nou, ik vertel het nu even. Qua high-end vind ik de mascara van Chanel fantastisch. Dit is de Inevitable Intensia. Een proefje is dit. Maar die vind ik heel fijn. Ik heb de grote, heb ik niet. Omdat ik altijd heel veel mascara's heb om te testen, ga ik zelf ook geen mascara kopen. Hoe fijn ik hem ook vind. Omdat ik toch daar niet aan toe kom. Omdat ik altijd aan het testen ben. Inevitable Intense. Dus ik schrijf regelmatig over mascara. Omdat mascara toch echt iets is. Elke vrouw eigenlijk wel gebruikt. Als al iets van make-up gebruikt, altijd mascara. Vaak is dat mascara, oogpotlood en lipstick. En vanuit daar bouwen vrouwen het dan op met foundation, blush, schaduw, et cetera. Maar goed, mascara zit eigenlijk altijd bij. Dus ja, als jullie nog vragen hebben over een bepaalde mascara of iets anders wilt weten. Natuurlijk, als je niet gekrulde wimpers hebt, kun je ook wimperkruller gebruiken. Dat kan er heel erg goed bij helpen. En heb je volume nodig, zoek je volume mascara. Heb je krul nodig, kun je krul mascara zoeken. Lengte mascara, et cetera. Let altijd goed op als je mascara koopt. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.